Ja, net als jullie zit ik me gewoon een beetje te verheugen, ja, met dat nieuwe kabinet op een heel ander en nieuw asielbeleid. Een lekker asielbeleid, ja. Daar was ik mee bezig in mijn hoofd. En wat zie ik nou? Dan krijgen we dit hele verhaal over dat jongetje uit Amsterdam van 11 jaar, die Michael. En die moet dan het land uit. Die moet dan weg naar Armenië. Dat is niet mijn idee van een lekker asielbeleid. Van we gaan het even anders aanpakken. Nee. Dus ongetwijfeld zal die moeder die zal hebben lopen vervelen de afgelopen jaren. En de overheid die heeft natuurlijk ook fouten gemaakt in het hele verhaal. Dus het zit ergens in het midden. En niemand weet precies hoe. Maar er is ook zoiets in het leven als een beetje over je hart strijken. Weet je wel, dat. En een beetje mededogen en compassie. Dat hoort er ook bij. En dat mis ik in dit hele verhaal. Want nou is het regeltje is regeltje. En dan gaan we zitten scoren over de rug van een 11-jarige. Nee, vrienden, nee. Nee, dat is niet mijn lekkere asielbeleid. Lekker asielbeleid, dat vind ik en daar bedoel ik mee, dat er geen kip meer zich gaat aanmelden daar in Ter Apel. Dat vind ik lekker asielbeleid. Lekker asielbeleid is dat al die veilige landen, zo weet ik veel, al die gasten die maar lopen te stelen en vrouwen lastig vallen in Nederland. En dat we die oppakken en weg. Dat vind ik een lekker asielbeleid. En ook niet meer al die asielzoekers pamperen in hotels en op cruiseboten. Stop daarmee. Dat bedoel ik met een lekker asielbeleid. Maar niet, nee, niet een 11-jarig jongetje terugsturen naar Armenië. Dat is nou net even geen lekker asielbeleid.